Hartelijk welkom op de expositie van Friedrich Feuchter, georganiseerd door Galerie Mariska Dirks in het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen. Het is een overzicht van het werk van Friedrich, die veelal in hout, lindenhout in dit geval, zijn kunstwerken maakt. Friedrich die komt uit het noorden van Italië, Zuid-Tirol, en is daar eigenlijk voortgegaan op het werk van zijn vader, die een bekende houtkunstenaar was en veelal gebruiksartikelen van hout maakte. Alleen zoals u kunt zien, Friedrich Feuchter die brengt het op een heel hoog niveau, het hedendaagse houtkunst. En daarbij heeft hij eigenlijk verschillende thema's, waarbij, zoals u hier zo ziet, de drie poten een verwijzing zijn naar de Homo Solaris, de zonnewezens zijn dat, en groot en klein. Maar ook heeft hij meer grappige beelden gemaakt, die toch eigenlijk allemaal een heel beeldend karakter hebben. En vaak ook een associatie hebben met bloem- en plantvormen. En soms kunnen die beelden heel erg geprononceerd zijn. Soms juist heel erg humorvol, soms ook weer meer science fiction-achtig. Het zijn allemaal hele bijzondere beelden, waarvan sommige beelden unica zijn. En andere zijn één keer in het groot gemaakt en daarna wordt er een kleinere oplage van gemaakt op een kleiner formaat. En op die manier weet hij toch een heleboel mensen te bekoren. En dat was dan ook het geval hier in Amstelveen. Mensen vonden het fantastisch, de tentoonstelling.